Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken van het noorden uit sluierwolken over het land, maar daartussendoor schijnt de zon ook wel af en toe. In de ochtenduren kan het hier en daar nog even mistig zijn en die mist zal verdwijnen... En de temperaturen zullen na de ochtend dan ook oplopen, hoewel het wel op veel plaatsen in het oosten van het land blijft vriezen. De maximumtemperatuur ligt daar op min 1 of min 2 graden, terwijl langs de kust de temperatuur net iets boven 0 kan komen. In het zuiden de meeste zon, in het noorden de meeste wolkenvelden en er staat heel weinig wind. In de avond gaat de temperatuur weer wat dalen en dan vriest het op veel plaatsen licht. In de nacht op een enkele plek, vooral in het oosten, nog weer matig. Bewolking hebben we vooral bij zee. In het binnenland hebben we opklaringen, morgen overdag ook. Het blijft wel droog en de temperaturen komen net iets makkelijker boven nul vlak langs de kust. In het uiterste oosten blijft het net aanvriezen en nog steeds staat er heel weinig wind. Dan gaat de temperatuur de komende dagen langzaam wat oplopen. Zeker overdag komen we op veel plaatsen boven het vriespunt uit. En de vorstkansen in de nacht nemen ook af, als laatste in het zuidoosten van het land. Het blijft heel rustig weer met van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden en weinig wind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl